Het is met grote voldoening dat ik heden capabele Surinamers mag beëdigen tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van de Republiek Suriname met als voornaamste taak het behartigen van de nationale belangen van Suriname. Uw belangrijkste verantwoordelijkheid zal zijn om ons land, onze geschiedenis, onze cultuur en de idealen van onze republiek uit te dragen en in het bijzonder onze belangen te vertegenwoordigen. En door Suriname te vertegenwoordigen, vertegenwoordigt u ook de kracht en de rol van ons volk op uw respectieve staanplaats en voert u daar een diplomatie die betrouwbaar, voorspelbaar en innovatief moet zijn overeenkomstig het beleid van de regering. U zult naast het behartigen van de belangen van de Republiek Suriname en haar burgers ook activiteiten coördineren om buitenlandse investeringen te stimuleren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen en die kunnen leiden tot duurzame welvaart en welzijn. Van u wordt eveneens verwacht het bevorderen van de bijdrage van Surinamers in diaspora, in uw land van accreditatie aan de nationale ontwikkeling. Het verdiepen, versterken of aangaan van bilaterale relaties zal bijdragen aan de nationale ontwikkelingsdoelen, waarbij de samenwerkingsverbanden worden aangehaald op diverse gebieden die aansluiten op de gestelde prioriteiten die vervat zijn in diverse beleidsdocumenten, waaronder het ontwikkelingsplan. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd vanwege de COVID-19-pandemie dwingen ons nauwer samen te werken. Solidariteit en samenwerking blijven belangrijke pijlers om de mondiale uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dit alles kan niet worden bereikt zonder de ondersteuning en strategische allianties met de buurlanden met wie wij meer dan een geografische verbondenheid hebben. Ambassadeurs, mag u allen veel succes toewensen in de uitoefening van deze nobele functie. Dames en heren, dan maak ik van deze gelegenheid gebruik om aan te kondigen, zoals eerder ook gezegd, dat binnenkort de heer René Pika en mevrouw Christa Zuiverloon als consul-generaal voor respectievelijk Miami en Curaçao hun werkzaamheden zullen aanvangen. Tot slot spreek ik de hoop uit dat u allen Suriname op een waardige wijze zult vertegenwoordigen in het land waar u zult resideren. Ik wens u veel succes toe, wijsheid, kennis en ik vraag u dan ook zoals uw geestelijke leider dat net heeft aangegeven, veel bescherming van onze schepper ook bij de uitoefening van de taak. Ik dank u en God bless you all. Thank you. Ik ben u zeer erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen om te mogen fungeren als chef de poste van de Surinaamse missie te Brasilia. Bewust zijnde van de bijzondere taak dat op mijn schouders rust, zal ik als uw afgezant de nationale belangen altijd voorop stellen en mijn taken naar eer en geweten uitvoeren. Daarnaast mag u erop rekenen dat ik zal fungeren als een stevige brug tussen de twee goede bevriende naties, anders gezegd tussen twee goede buren. Van huis uit heb ik geleerd dat een goede buur de waarde van het huis verdubbelt. Deze traditie zet ik voort. Excellentie, indachtig het door u uitgestippeld buitenlands beleid, de strategische partnerschap tussen beide landen, de diaspora gemeenschappen en het Surinaams belang zal ik mij inzetten voor land en volk, mede met de ondersteuning van al mijn collega's van het ministerie van Bibus en op de missie zelf. Tot slot wil ik ook een speciale dank uitbrengen aan de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die voor ons een voorbeeldfiguur is op onze werkplek.
aan mijn ouders en familie, die de steunpilaren zijn, mijn Bibi's familie en in het bijzonder consulaire zaken en van de afdeling Grenzen en Buurlanden voor de ondersteuning bij de voorbereidingen op deze eervolle taak. Ik besluit door te zeggen, ik ga niet ver, want breng Brazilië dichter naar u toe. We zullen frequent in contact zijn omdat we gezamenlijk harder gaan werken voor een welvarend Suriname. God zij met ons Suriname, ik dank u allen. Het is mij een waar genoegen om hier te staan en beëdigd te zijn tot buitengewoon en gevolmachtig ambassadeur van de Republiek Suriname bij de Coöperatieve Republiek Guyana. Deze net toebedeelde nieuwe functie zal ik naar eer en geweten uitvoeren. Ik bedank hierbij president Santokki voor het gestelde vertrouwen in mij. Suriname en Guyana onderhouden reeds langer dan 46 jaar vriendschappelijke bilaterale betrekkingen met elkaar, welke gestoeld zijn op goed nabuurschap, wederzijds respect, begrip, solidariteit en vrede. Kenmerkend voor wederzijdse landen is dat zij beiden een eigen koloniaal verleden kennen, maar ook prachtige eigenschappen met elkaar gemeen hebben, zoals een diversiteit aan etnische groepen, rijke kennis en cultuur en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Sinds het aantreden van de regering Santokki-Brunswijk in juli 2020 is er nieuw leven ingeblazen in de relatie en is die verder aangescherpt met de ondertekening van een strategisch dialoog- en coöperatieplatform, waarbij de monitoring plaatsvindt door wederzijdse presidenten. Dit heeft een meerwaarde gegeven aan de reeds bestaande relatie op politiek, economisch, sociaal, technisch en cultureel niveau en ook op andere gebieden van samenwerking. Guyana is een strategische partner voor Suriname. Ik mag u de verzekering geven dat ik mij als ambassadeur in Guyana ten alle tijde zal sterk maken voor het verdiepen en het behoud van de goede bilaterale relatie tussen wederzijdse landen. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken de Almachtige te bedanken voor de kracht en het doorzettingsvermogen en mijn familie van wie ik de onbaatzuchtige ondersteuning kreeg. Dank u. Volgens de World Bank is Suriname een small state met een relatief groot grondgebied en veel uitdagingen. Dit terwijl de wereld verder verandert, verder globaliseert, steeds platter en concurrentiegeoriënteerder wordt. Dit gegeven betekent dat we ons proactief op het internationaal toneel moeten opstellen. Anders lopen wij de kans dat men ons gaat vergeten of aan een kant gaat zetten. Diplomatie voor een land als Suriname, dat in de wereld gezien wordt als een small state, is een uitdaging. Een enorme uitdaging. Maar ik geloof dat als datgene waarmee je bezig bent weinig uitdagingen biedt, dat er daar geen eer te behalen valt. Daarom durf ik deze uitdaging aan. Suriname is nu een small state, maar we zijn een rich small state in the wording. Als een rijke staat in the wording, hebben we partners nodig. Twee van zulke partners zijn het Koninkrijk België en de Europese Unie. Volgens de United Nations Database on International Trade gaat 10% van Surinames exporten naar België, ongeveer $100 miljoen per jaar. De Europese Unie is na de Verenigde Staten en China de grootste economie in de wereld. Suriname heeft er daarom een enorm belang bij om de banden met het Koninkrijk België en de Europese Unie te koesteren, aan te wakkeren en te versterken. Dit gaan wij doen door de samenwerking te verduurzamen, met ontwikkeling voor alle stakeholders op het oog. Wij gaan dus voor effectieve ontwikkelingssamenwerking, dat de investering in globale publieke goederen zoals klimaat, vrede en veiligheid, innovatie, uitwisseling en migratie is. Daarom gaan wij focussen op Surinames krachten. Wij gaan voor een sterk beleidsdialoog met de partnerlanden met strategische economische samenwerking als doel. Urgentie in de klimaatagenda. Het verbeteren van de samenwerkingsrelatie, de ruilrelatie en de gezagsrelatie. Met de focus op gelijkwaardigheid. Een gangbare definitie voor het woord eer is iets dat als een zeldzame kans wordt beschouwd en trots brengt. Een voorrecht. Met trots accepteer ik het ambassadeurschap. En ik ben bereid te werken om voor mijn land, opdat deze aan het einde van mijn dienst ook op mij trots mag zijn. Grand tangi. We gaan voort met de benoeming, de detachering van ambassadeurs in verschillende landen. Vandaag is het geweest de Surinaamse ambassadeur in Brazilië, mevrouw
Angela Ramkissoen, de Surinaamse ambassadeur in Guyana, mevrouw Liselle Blankendaal en onze ambassadeur in Brussel, in België, wordt meneer Gilbert van Lierop. Dat zijn drie jonge Surinamers die allemaal over goede capaciteit en kwaliteiten beschikken om die belangrijke taak voor ons uit te voeren in het buitenland. Ze zijn allemaal getraind. Twee van ze komen uit de diplomatieke dienst. Laten we dat nadrukkelijk stellen. Ze zijn uit BUSA, uit voormalig BUSA. We zijn blij dat deze Surinamers beschikbaar zijn en dat ze dus gekwalificeerd zijn bevonden om Suriname te vertegenwoordigen in het buitenland. Zoals de president heeft aangegeven, is het belangrijkste doel en het belangrijkste werk dat zij moeten verzetten is Suriname op een waardige, productieve wijze uitdragen in het buitenland. Dat vereist heel wat werkzaamheden op het stuk van de politiek, van de diplomatie, maar zeker ook op het stuk van het aantrekken van buitenlandse investeerders, van technische bijstand, maar ook het vergroten van de Surinaamse markt voor onze producten. Dus er valt veel te doen op alle drie missies. Het zijn belangrijke missies voor ons. Twee van ze zijn de buurlanden, Brazilië en Guyana. En Europa is belangrijk. En in Brussel, in België, zit het hoofdkantoor ook van de Europese Unie. Dus enorm belangrijke missies die we hebben te volbrengen. Ik ben wederom erg blij dat we deze Surinamers zo kunnen inzetten. En ik verwacht veel van hun. Ze zijn zeer gemotiveerd, zeer goed gekwalificeerd. En ik hoop dat ze ook alle ondersteuning krijgen van de Surinaamse gemeenschap in binnen- en buitenland.